Koen hier van Coingeets.nl. Leuk dat je naar deze video kijkt en tegenwoordig ook van Forum.coingeets.nl, een Cryptocurrency community waar je gratis lid van kunt worden en mee kunt discussiëren en praten over Cryptocurrencies natuurlijk. In deze video ga ik het met jou hebben over een stoplimiet order en ik gebruik daarvoor de Binance Exchange. De link staat hieronder deze video en ik gebruik ook de Basic version. Uh, want je hebt ook de advanced, zoals je hier ziet. Hier heb ik ook twee handleidingen over gemaakt. Ook deze linkje zal ik hier onder deze video plaatsen. In ieder geval, we gaan ze beginnen met een stoplimietorder. En vandaag gaan we geen limietorde be uh, behandelen. Ook geen market, maar echt een stoplimietorder. En zoals je ziet, heb ik al wat dingetjes klaargezet voor jou. Zodat het makkelijk begrijpbaar is. En we maken het ook niet te lang en niet uh, te langdradig. Zodat het allemaal ingewikkeld wordt. Het is heel simpel eigenlijk. En moet ook, vind ik, simpel uit worden gelegd. En dat ga ik ook doen. Stel, we gaan beginnen. Stel, je hebt hier uh, een je Satoshi's, uh, in dit geval Amber, uh, van 5100 51 Satoshi. En jij denkt, je gevoel, of je hebt nieuws gelezen, je denkt, hij komt nog wel onder de 5000 Satoshi. En dan wil ik hem best een, beste, he, daar wil ik een beste keer wat van daaronder kopen, bijvoorbeeld. Maar voor het, als hij daar niet is, dan hoef ik ook niks te kopen, zeg maar. En misschien heb je al wel, wel uh, Ambers, en dan wil je ze misschien zo verkopen. En dat kan allemaal met stop limit orders En dat ga ik je nu laten zien. Ik heb het allemaal al klaargezet. Stel, ik wil eens, uh, Amber uh, kopen. En ik, wil, ik heb daarvoor uh, over 4500 satossies. Maar ik wil er zelf niet aanwezig zijn. Dus ik wil gewoon slapen. Ik wil gewoon werken. Ik wil naar mijn vrienden. Ik wil misschien wel een biertje doen in het café. Eh? Wie weet. In ieder geval zet ik een stop limit order uh, Die zet ik op 5000 satoshis. Dus mocht hij dit nou in dit rijtje, het groene rijtje, in eentje 5000 aanraken, dan, let op, dan plaatst hij deze order van 4500 satoshi. En daar hoef ik zelf helemaal niet voor aanwezig te zijn. En dan plaatst hij hem automatisch. Dus klik, klik, klik. En dan pakt hij hem. En dan kun je ook zien als ik hem zou uh, kopen voor 25 stuks. En ik klik op buy, dan krijg je netjes een melding. If the last price drops to or below. Dus 5000 of daaronder, dan zegt de applicatie: Dan uh, wil, die, wil ik graag een uh, 25 Amber uh, crypto munten kopen voor 4500. Nou, dat klopt. Kunnen we ook doen. Dan zeggen we: Yes. Nou, dus als die hier dan op 5000 Satoshi komt, dan gaat die in plaats van voor 4500. Maar wacht, het kan ook andersom. Heel vaak hoor ik mensen, ja, je is al heel hoog geweest en uh, ik heb van 5000 satoshi gekocht. En was die 7000 satoshi hij uh, ik heb niet verkocht. En het staat nu weer op 5500. Dat is zonde natuurlijk, want er is een verschil van 1500 satoshi. Dit is natuurlijk op eigen risico, maar stel je voor dat je naar 10.000 en je hebt een, 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 een limietorder ingesteld op, uh, 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 zoals ik zo meteen laat zien, nou, hier op 7.500. Ja, dat kan ik natuurlijk ook niet zo doen. Het is natuurlijk je eigen risico. Maar ik heb heel vaak meegemaakt, zoals je hier ziet, er zijn sales. Dan kun je hem, daartussen kun je hem heel mooi verkopen. Tenminste, daar heb ik goede ervaringen mee. Vandaar dat ik je nu ook laat zien, de andere tegenwerking, hoe je het kunt verkopen op een hoog moment. En zo kun je eigenlijk misschien ook wel nagaan als ik dit zo uitleg: dat je eigenlijk limieten koopt. Nou, we gaan het iets, iets verder nog doen. Kijk, hier zijn allemaal, uh, er zijn sales noemen ze dat, maar je kunt altijd limieten er verder onder, je 5% bijvoorbeeld onder, en je kunt 5% erboven. Eigenlijk zit je daar altijd goed ertussen mits het alleen maar daalt, maar zo dan. In ieder geval dat je wat achter de achterhand hebt aan bitcoin of andere waarden. In ieder geval dat je een bij kunt kopen, mocht het in een geval. Dat is mijn strategie. Het is dus nogmaals geen advies. Stel, ik heb dus deze. Uh, nu gaan we dus limit order uh, uitleggen voor de uh, verkoopkant. Dit was dus de koopkant. Dus als je. Uh, Geduld hebt en je wilt kopen, kun je bijvoorbeeld 5000, dus leggen. Dan pak je 4500. Maar dat kan ook gewoon 4700 hoor. Of je denkt, uh, onder deze stapel gaat hij, nou dat doe ik maar heel iets en dan mag hij maar kopen. Dan doe hem 49, 50. Dat moet je helemaal zelf weten natuurlijk. Nou, ondertussen heb ik al heel wat coins gekocht. Nou, in dit geval 25. Dat is niet zomaar stel, hè, duizenden coins. En denk van, ja, hé, hey, dat is allemaal mooi. Ik heb voor 5000 gekocht. Maar eigenlijk, nou. Weet je, als die deze voorbij is, dan uh, geloof ik ook wel dat hij het verkoopt, zeg maar. Dus stel je voor, zeg ik bij, ik wil bijvoorbeeld uh, winst nemen. Nou, laten we nog maar iets verder gaan. Nou, laten we maar hier, dit is een mooie stapel. Als hij hier doorheen breekt, nou, dan uh, pakt hij de rest ook wel. Dan nou, denkt hij, denk ik, dat hij wel naar 5700 gaat even. Dan zet ik op uh, een cellimiet cel van, hey stop. Uh, dus eigenlijk, een, uh, ik, geef een, um, ik geef een waarschuwing let op en dan doen we bij 5514 dus als deze prijs dus als die, als die deze aanraakt dan zeg ik hey als je dat aanraakt dan kun je ook wel naar de 6000 satoshi bijvoorbeeld en dan zeg ik al dan op 5900 dan uh, wil ik graag dat je het verkoopt naar 25 stuks En klik je op sell en dan zegt het eigenlijk weer if the price rises to above 55114, dus die, dat grote pak, dan wil je, gaat hij een orde plaatsen van ambrosius op een uh, satoshi waarde van 5900. Dat wil dan geplaatst worden. Ja, dat is leuk om te zien nu, en dan heb ik nu geplaatst. En zoals je ziet heb ik dus een kooporder geplaatst uh, van 25 stuks of 4500 zou iets hoger kunnen zijn. En een verkooporder van 5900 satoshi. En je kunt er wel nagaan als je heel veel orders plaatst. En even iets meer BTC hebt, bijvoorbeeld half BTC of een 1 tiende BTC is ook gelukt. Want dat is ook al gauw 1000 dollar. Zit je allemaal stapeltjes 500 dollar erboven en 500 dollar daaronder? Geen advies nogmaals. Maar zo kun je wel geld maken terwijl je zelf andere dingen aan het doen bent. Ik hoop dat het wat duidelijker is hoe een stoplimiet order werkt. Ben je er nog niet helemaal zeker van? Stel gewoon een vraag. Ga even naar coingrids.nl of stuur mij een mailtje. Of natuurlijk ga even naar forum.coingrids.nl en stel daar je vraag in het topic of categorie treden. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze video. En dan wens ik je nog een hele fijne dag. Hoi hoi!